Hadden jullie dit verwacht? Wereldkampioenen? Nou ja, we wisten dat we wel... Het was een zware taak om het nog een keer te doen eigenlijk. Maar ja, ik denk sterker veld. Ik denk dat het veld heel dicht bij elkaar lag. 6 boten die echt meededen voor de medailles. Maar ik denk dat we er wel van goud... Weet ik niet of ik echt van durfde te dromen, maar medaille zat er zeker wel in en dat wisten we wel. En we hadden gewoon in ons hoofd van een plan uitvoeren en kijken aan het einde welke kleur erbij hoort. Ik was echt heel erg zelfverzekerd op de eerste baan, want ik zag gewoon die Duitse boek voor me, dus dat moet ze wel voorliggen. Maar... Ja, ik zag ze komen in de eindsprint en ik durfde op een gegeven moment niet meer te kijken. Ik dacht, ogen dicht. En toen begonnen de Duitsers heel hard te juichen. En de coach die zei iets aan de kant en Lisa zei, fuck, we zijn toch tweede. En ik ging echt al meteen al van kut en toen zei zij van... Wat de fuck is dat nou? En maar ze zei ook van het is goed, want de race was gewoon echt helemaal wat we wilden. En dan moet je denk ik aan het einde ook gewoon tevreden zijn, want je hebt harder starten dan normaal, moet je aan het einde iets inleveren. En dat gebeurde ook, maar het was wel net goed. Ja, en onze strategie is eigenlijk altijd een beetje achter aanhaken en dan rond de 1500 is ons stuk. Maar wij wisten dat we harder uit de start moesten, omdat het hele veld zo hard start. En anders lig je er gewoon echt achter en dan lig je in de leiding. Dus we wisten. En we hebben gisteren, na de halve finale, hadden we nog even een teamspreking. En toen zei Hans, nou we gaan de start aanpassen. En dat is natuurlijk altijd best wel spannend om te doen. Dus we hebben vanochtend een nieuwe start bedacht. En die lukte best goed.